welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een 200 euro Zaful haul. 200 euro bij Zaful is een hoop, want het is super goedkoop. Voor de mensen die Zaful niet kennen, het is te vergelijken met AliExpress, Shein. Het is ook gewoon zo'n Chinese website waar je gewoon hele goedkope kleding kunt scoren die ook echt vanuit China komt. Dus je moet wel een tijdje wachten voordat het binnenkomt. Ik heb één grote bestelling geplaatst, maar ik heb het in twee pakketten ontvangen. Het eerste pakket kwam binnen anderhalve week, andere pakket binnen 2 weken. Ongeveer, anderhalf week, 2 weken. Ja, zoiets ongeveer. Dus je moet wel eventjes wachten. Maar ik heb wel weer echt super leuke kleding. Deze kleding heb ik allemaal gratis ontvangen. Ik mocht voor 200 euro aan kleding uitkiezen. Ik heb kleding, een tas, tassen of één tas volgens mij. En ook wat sieraden. En die ga ik jullie vandaag allemaal laten zien. En hoe goedkoop het al is, ik maak het nog goedkoper. Want ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die staat hier in beeld en staat ook beneden in de beschrijving. En ik zet ook beneden in de beschrijving linkjes van alles wat ik heb besteld. Mocht je het ook willen. Als je mij al lang volgt, heb je me al een keer een Zaful video zien maken. Volgens mij al 2. Dus ja, ik ben weer heel enthousiast om dit te gaan doen vandaag. Het is een try-on haul, dus ik doe ook echt alles aan. Dus vind je het nu al leuk, vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze shoplog. Shoplog, haul, ik weet niet. Oké, wat handige informatie over Zaful. Wat denk ik iedereen wel wil weten. Je hebt dus alles binnen ongeveer 2 weken. Het is dus echt te vergelijken met AliExpress en Shein. Ik persoonlijk vergelijk het meer met AliExpress, want het is iets slechtere kwaliteit. Shein heeft ook wel echt goede kwaliteit kleding. Terwijl AliExpress, Zaful, ja, is wel echt in de laagste categorie qua kwaliteit. Dus verwacht er niet al te veel van. You get what you pay for, letterlijk. Ze hebben wel echt een heleboel. Ze hebben bikinis. Oh, ik heb ook een bikini die ik ga laten zien. En kleding, accessoires, schoenen, echt van alles. Ik zal ook eventjes snel vertellen wat ik op mijn lippen heb. Ik heb dit lippot loodje op van Anastasia Beverly Hills. In de kleur Cool Brown. Mijn fave lippot loodje van hun. En deze Fenty Beauty Gloss in de bruine kleur. Dit is de kleur Hot Chocolate. Dus dit is nu de combinatie die ik op mijn lippen heb. Oké, laten we gewoon snel beginnen, want ik heb een hoop. Oké, ik ga beginnen met het eerste. Ik haal ook heel vaak kledingstukken om ze echt samen te combineren als één outfit. Dus ik bedenk dan gewoon de outfit in mijn hoofd en dan haal ik gewoon alles wat die outfit dus compleet kan maken. En deze eerste outfit is een combinatie van een bodysuit en een rok. Ik ga beginnen met de bodysuit. Het is een vrij simpele zwarte bodysuit. En dit is dan hoe die eruit ziet. Heel mooi satijnachtig. Hij gaat dus gewoon zo onderdicht. Ik heb, als het goed is, maat M. Ja, ik heb hem in maat M. Bodysuits altijd maat M. Tops altijd maat S. En deze is heel cute. Qua kwaliteit is het niet echt het beste. Dit soort bodysuits zijn vaak hier zo een beetje hard, zodat ze goed blijven zitten. Deze is gewoon helemaal zacht. Maar ondanks dat blijft hij op zich wel gewoon oké zitten. Ik vind ook dit wel heel mooi gedaan. Maar ik persoonlijk vind wel dat je een beetje kunt zien dat het niet echt het beste materiaal is. Maar als je er gewoon naar kijkt zo, dan lijkt het wel gewoon mooi. En dan heb ik dit rokje erbij. Dit rokje was een beetje een gok, want ik was bang dat hij te kort zou gaan zijn. Of te klein, want hij heeft echt nul stretch. Maar in principe is hij dat niet. Hij is heel leuk. Hij is wel gewoon kort, want het is een mini rok, maar hij is wel oké. Ik kan hem gewoon wel dragen. Deze heb ik ook in maat M. En hij past heel goed. Let wel op, pak echt jouw maat, want hij heeft geen stretch. Als je twijfelt, pak dan de grootste maat, want hij stretcht niet mee of zo. Hij gaat hier helemaal dicht met knopen. En als de knopen dicht zijn, is het ook echt dicht. Het is niet dat als je loopt, je er nog zo doorheen kunt zien. Dus deze rok vind ik heel leuk. Goede kwaliteit, gewoon katoen. Dus dit leek mij een leuke outfit. Dit is dus echt te cute. Deze rok laat je ook echt super slank eruit zien, omdat hij hier echt goed naar binnen gaat en hier zo naar buiten gaat. De top is ook leuk. Het enige wat ik iets minder vind aan de top is, dit is een beetje te zwaar voor de top. Dus af en toe gaat het zo, zeg maar. Een beetje zo. Maar als je het gewoon zo goed omhoog zet, dan blijft het op zich wel oké zitten. Ik vind het echt heel leuk. De rok is kort, maar niet te kort. Je kunt hem gewoon wel echt aan. Ik zou wel adviseren, doe hier een broekje onderaan. Maar voor de rest vind ik dit echt super cute. Kijk hoe leuk dit is. Deze rok was een van de items waarvan ik echt zeker wist dat ik het niks ging vinden. Maar ik vind het echt leuk. Het is nou ineens een van de leukste gewoon. Dus ja, I love it. Dan heb ik hier een tas. Deze tas leek mij zo cute. Kijk hoe fluffy. De kwaliteit is ook echt beter dan dat ik had verwacht. Dit soort fluffy gedoe is vaak echt heel cheap. Op de foto is het dan zo heel mooi, zacht en fluffy. Maar dan als je het in het echt krijgt, is het helemaal zo plat. Helemaal niet mooi fluffy of zo. Maar deze is dat op zich wel. Hij is ook best wel groot. Groter ook dan dat ik had verwacht. Dit is de inhoud. Gewoon helemaal zwarter. Past best wel wat in, omdat het dus veel stretch heeft, zeg maar. En alles is goud. En ik draag altijd goud. Dus dit matcht perfect met mijn look. Ik vind hem er echt heel leuk uitzien. Deze zou ik echt dragen. I love it. Dan heb ik hier een jurk in een kleur die ik normaal niet zou halen. Maar ik dacht,
doe eens gek. En dat is blauw. Een blauwe jurk. Ik draag nooit blauw. Hij is zo open bij de rug, zeg maar zo achter. Dat leek me wel mooi. En hij is helemaal zo lang en heeft zo'n split. Het is midi, dus niet helemaal tot aan de grond, maar tot aan de knie. Waar is de split? Oh nee, er is geen split. Ik dacht dat er een split was, maar er is geen split. Ook dit materiaal, ja, het is niet echt het beste materiaal. Het gaat niet heel veel doen voor je lichaam, dat niet. Maar ja, ik ga het gewoon proberen, misschien met een broekje eronder, wat shapewear, dat het wel gewoon heel mooi zou staan. En ik heb hem in maat S. Oké, jongens, ik vind deze jurk prachtig. De kleur is mooi, de stijl is mooi, alleen het materiaal, de stof... Oh my gosh, het doet letterlijk niks voor je figuur. Ik heb nou een plak BH aan die je ook helemaal kunt zien. Geen BH is ook geen optie, want je kunt gewoon alles er doorheen zien. Want het is zulk goedkoop, cheap materiaal. De achterkant is wel weer ook echt prachtig. I love zo die open rug. Dus dat vind ik echt fantastisch. Hij is echt heel mooi. De stijl is echt heel mooi. De kleur is mooi, alleen het had wat dikker materiaal moeten zijn. Ik heb er ook gewoon nu niks onder, want ja, alles schijnt gewoon door. Je kunt echt alles zien, jongens. Oh my gosh, nee, helaas. Hoe leuk ik hem ook vind, omdat hij gewoon niks doet voor mijn figuur, zal ik hem helaas niet dragen. Nou jongens, ik ben echt gegaan voor kleur vandaag. Kijk dit! Dit leek mij zo leuk. Zo'n hele mooie satijnachtige jurk. I love it. De kleuren vind ik echt heel mooi. Ik moet zeggen dat dit soort jurken vaak mooier staan, vind ik persoonlijk, als je echt slank bent. Een stuk slanker dan ik. Maar ik dacht, laat me het gewoon proberen. Ik ben al veel afgevallen, dus... Misschien gaat het wel staan. Oh wacht, hier is de voorkant. En ik vond de kleuren heel mooi. De kleuren gaan heel mooi zo ombre in elkaar over. En dat vond ik gewoon er echt heel mooi uitzien. Met witte sandalen straks in de zomer. Ook deze heb ik in maat S. Dus ik dacht, ja, laat me het gewoon proberen. Als het staat, ben ik blij. Als het niet staat, dan maak ik iemand anders er blij mee. Hoe leuk ik deze jurk ook vind. Hij is te klein voor mij, jongens. Hij is echt te klein. Oh, het was echt een moeite om aan te krijgen, vooral over mijn boobies. Maar hij is wel echt heel leuk. Kijk deze kleurtjes, hoe leuk. Ik vind hem echt heel leuk. Hij is dus heel strak op mij, zo hoort hij niet. Hij hoort gewoon een beetje meer, ja, zo was hier beneden, zeg maar. Hij is te klein. Ik had met M moeten doen. Hij heeft nul stretch. Dus mocht je hem ook willen, er is geen stretch. Ik vind het heel leuk dat dit zo twee verschillende kleuren zijn. Maar goed, hij is wel echt heel leuk. Dus ja, ik had hem zeker gedragen als ik hem zou passen. Ik moet zeggen dat hij zo hier wat strakker zit, kan ik op zich wel mee leven. Maar gewoon hier zo, het plet gewoon heel mijn boezem. Dus ja, dat kan ik niet echt veranderen. Ook al val ik af. Maar voor de rest is hij wel echt heel leuk. Dus ik raad hem wel aan. Pak wel gewoon echt... Ja, ik zou denk ik gewoon echt een maatje groter doen. Want er is echt geen stretch. Dus ja, dat is wel denk ik handig om te weten. Voor de rest is hij wel echt super duper leuk. Echt, die kleuren zijn echt heel heel mooi. Oké, dan heb ik hier ook een playsuit. Ik hou altijd van playsuits. Dan is het toch alsof je een rokje aan hebt. Maar je hoeft je niet druk te maken dat het omhoog gaat en je alles ziet. Want het is een broekje. Dus ik heb deze super simpele zwarte playsuit besteld. Ik ben expres gegaan voor zwart. Want dan kon ik het combineren met een heleboel gouden sieraden. Of gekleurd. De sandalen of whatever. Dit heeft echt heel veel stretch. Deze heb ik nog niet gepast. Ik ben benieuwd of hij past. Ik zie letterlijk geen maat. Dus misschien heeft hij gewoon één maat. I don't know. Maar hij ziet er wel gewoon goed uit. Gewoon simpel, zwart. En ik ben heel benieuwd hiernaar. Dit is echt heel cute. Ik zou hem een beetje moeten strijken. Maar hey, nobody got time for that. Ik vind dit echt heel leuk. Dit past ook heel goed. Is heel mooi strak. Ik vind het echt super cute. Het is ook gewoon lang genoeg zoals je kunt zien. Het is niet zo super duper kort. Ik heb er dus bij. Haar onder hoeft eigenlijk ook niet echt per se. Ja, dit zie ik mij echt wel dragen. Ik vind het echt heel, heel cute. Misschien ook leuk met een riem hier of zo. Oh my gosh, zo met een riem is het nog leuker. Jongens, dit is echt een leuk item. I love it. Dit gaat zeker worden gedragen op vakantie. Deze gaat zeker mee met mij. Ik vind het echt heel leuk en het past echt perfect. Dit is dan hoe je dan zo loopt. Ik vind het echt heel leuk. Ik ben echt in shock. Ik had het niet echt per se verwacht. Ik zou het echt zeker dragen zo met een riem. En het belangrijkste, het is niet te kort. Want dit soort dingen zijn altijd zo kort. Nee, ja, nee. Ik vind het echt heel leuk. Nou, nadat ik de playsuit had besteld, dacht ik, ik wil ook een jumpsuit. Dus een playsuit, maar dan in het lang, met een lange broek. Dus dat heb ik gedaan. Deze kwaliteit materiaal is heel goed. Deze kwaliteit stof is echt heel goed. Hij is echt lekker dik en stevig. I love it. Het heeft een open rug, vind ik ook heel leuk. En het is dus een broek, geen rok. En het is helemaal lang. Ik weet niet of het echt lang genoeg gaat zijn tot aan de grond. Dat weet ik niet, maar dat gaan we zo zien. Ook weer een lekkere druk.
heerlijke print. Ik weet niet wat ik heb ineens, maar ik ben echt ineens van de printjes. Zoals je kunt zien heb ik nou ook zo'n drukke print aan. Printjes maak je ook slanker, dat maakt me altijd blij. Hij gaat zo dicht, zo hier zo bij de nek achter. En vooral die open rug vond ik echt heel leuk. Dat maakt het weer een beetje uniek. En dan misschien met een riem zo in het midden of misschien niet. We will see. Oh, er zit een riem aan vast. Ik ga stuk. Ik had dat niet eens door, maar volgens mij gaat hij achter zo dicht. En hierachter is er ook een rits. Het valt niet zo op, godzijdank. Maar hier is een rits. En dan is hij makkelijker aan te doen. Deze jumpsuit heb ik in maat M. Oh my gosh, jongens. Ik ben echt klaar voor de zomer. Zoveel items waarvan ik niet had verwacht dat ik ze echt mooi ging vinden, vind ik echt geweldig. Zoals deze jumpsuit. Hij is niet heel lang zoals je kunt zien. Daar moet je wel rekening mee houden. Ik ben niet heel lang. Ik ben slechts 1,64 meter. Ik heb hier zo deze band achter zo vastgemaakt zoals je kunt zien. Dus dit laat je echt super snatched en slank eruit zien. Het materiaal is echt heel goed. Ik heb geen BH aan en je kunt het echt helemaal niet zien. Het enige wat ik een beetje minder vind is het zit hier een beetje losjes. Maar het is niet too much. Het kan nog wel. Ik vind de print ook heel leuk. En dan deze achterkant weer, jongens. Ja, dit is toch echt gewoon fantastisch. Voor iedereen met een mooie strak rug, wat ik niet heb, maar whatever. Dan is dit echt geweldig. Kijk hoe leuk. Dit maakt het echt weer zo net ietsje meer tropisch. Dit is echt heel mooi. Ik vind het echt fantastisch. Die rug maakt het echt helemaal af. Ja, ook deze outfit gaat zeker worden gedragen in de zomer. Ik vind het echt fantastisch. Echt goede kwaliteit. Je zou echt niet denken dat het van Zaful is. Dit lijkt een beetje op H&M kwaliteit. Dan heb ik een top. Ik heb een beetje een foutje gemaakt met deze top. Want ik dacht dat het gewoon een normale roze top was. Maar dat is hij niet, want hij schijnt door. Ik hou niet van kleding die doorschijnt. Absoluut niet. Dit hoort gewoon zo. Je moet er dan een witte BH onder doen of zo. En dat is dan mooi. Ik persoonlijk vind dat echt gewoon trashy. Dus ik vind dat helemaal niks. Dus waarschijnlijk ga ik deze weggeven. Want ja, helaas. Ik vind hem wel heel leuk. Zo roze met hartjes. Als hij niet door zou schijnen, dan had ik hem echt zeker gehouden. Maar deze kleding die doorschijnt trend, ik weet niet wat het is. Ik weet niet waarom trashy ineens mooi wordt gevonden. Maar ik persoonlijk, ik ben daar gewoon echt keihard in. Ik vind dat gewoon echt trashy. Ik heb hem in maat 36. Nou, dit was heel cute geweest als het niet zo zou doorschijnen. Het schijnt echt compleet door. Dus dit gaat hem niet worden voor mij. Ik ga er ook niet al te veel woorden meer aan vuil maken. Jongens, dan heb ik hier nog een mooie jurk. Ook qua stof een beetje out of my comfort zone. Maar ik dacht, laat me het gewoon proberen. Kijk, deze kleuren, jongens. Het lijkt een beetje op vlammen, op vuur of zo. Deze bandjes zijn echt heel stretchy. Achter is hij een heel klein beetje open bij de rug. En hij is best wel lang. Deze heb ik in maat S. En ik ben heel benieuwd hoe die gaat vallen. Ik hoop wel dat hij een beetje strak om mijn lichaam heen valt en niet te los zit. Want ja, te los is vaak niet zo mooi als je een figuur hebt als ik. Oh mijn god, jongens, deze jurk is mooi. Ik dacht dat hij kort was, maar hij is gewoon echt lang. Heel dat aan de grond. Het is echt fantastisch. Het is zo mooi. Het maakt je figuur ook zo mooi en slank. I love it. Echt fantastisch. Mensen, jullie gaan in shock zijn van de rug. Kijk dit. Oh my gosh. Hij is ook veel meer open dan dat ik dacht. Ik dacht dat het maar een klein beetje open was. Maar echt basically je hele rug is open. Dus je moet hem aandoen met geen BH of een plak BH. Maar dit is echt heel mooi. Oh my gosh. Echt, I love it. Ik heb het nou zonder BH aan. Oh my goodness. Ik ben echt in shock. Ik had het echt niet verwacht dat ik hem zo leuk zou vinden. Maar ja, dit gaat ook echt zeker te weten worden gedragen. Fantastisch. Oké, dan heb ik nog een corset-achtige bodysuit. Deze vind ik echter helemaal niks. Deze is echt heel cheap. Hij heeft nul houvast. Het is gewoon compleet een stuk stof. De BH-cups zijn ook echt voor iemand met echt cup A. Een kleinere cup. Dus ik pas het niet. Ik heb echt cup E. Maar het is echt heel cheap. Het heeft echt gewoon helemaal geen houvast. Vooral met zo'n strapless corset-achtige bodysuit moet het echt een beetje stevig zijn. Want je moet houvast hebben. En dit is echt gewoon een dun lapje stof. Ik vind het helemaal niks. Die zwarte was echt beter. Dus ja, helaas. Ik vond hem wel heel leuk. Zo'n mooie roze. Ik hou van roze. Is mijn fave kleur. Maar ja, dit gaat hem gewoon echt niet worden, helaas voor mij. Ik heb hem in maat. Ik zie ook weer niet welke maat ik heb. Misschien is het gewoon één maat of zo. Kijk even deze bodysuit. Dit was zo'n leuke outfit geweest als deze bodysuit gewoon normaal was. Wat is dit? Mijn BH begint letterlijk hier. Jongens, hier begint mijn BH. En hier is dit.
ja, dit kan toch niet? En het heeft echt nul houvast. Dit is echt belachelijk. Ik vind helemaal niks. Het doet ook echt niks voor je lichaam of zo. De kleur is echt fantastisch. Als dit mooi was geweest, was dit echt zo'n leuke outfit geweest met zo'n jeans short. Maar nee. Ik heb hem nu precies op mijn BH gedaan, zeg maar. Maar dit ziet er niet uit. Ik heb hier gewoon echt een te grote cupmaat voor. Maar ook al is jouw cupmaat kleiner, dan is het alsnog niet fijn. Want je hebt gewoon helemaal geen houvast. Dit zakt gewoon heel te omlaag. Het doet niks. Dus nee, de kwaliteit hiervan is helaas te slecht. Ja, dit ziet er niet uit. Oké, dan heb ik nog een set. Dit is wel gewoon een set die je in één keer haalt. Dus het is niet een set van twee stuks los of zo. Ook weer hier weet ik niet of het mij gaat staan. De afgelopen tijd ga ik echt compleet out of my comfort zone. En ik haal van alles waarvan ik niet weet of het mij gaat staan. En dit is een set van een broek en een top. Nou, de top is gewoon simpel. Die gaat sowieso gewoon goed eruit zien. En dit is dan de broek. Het is een beetje zo'n wijde, boho, hippie. Achtige broek. Hij is gewoon helemaal lang tot aan de grond, hoop ik. Tenminste, hij lijkt kort, maar we will see. Maar hij zit dus zo los. En ik weet niet, ja, met mijn figuur, met mijn heupen vind ik altijd fijn als ik een beetje houvast heb. Ik doe hier sowieso shapewear onder. Dat moet echt. Maar ik ben gewoon benieuwd of dit mooi gaat zijn met mijn figuur. Het is wel super stretchy. En ik vind de kleur heel mooi, zo groen. Ik vind groen mij altijd wel mooi staan. Ik zie ook weer niet in welke maat ik dit heb. Jongens, maat te vinden hier is echt een gedoe. Oh, ik heb maat S. Maat S heb ik genomen. Dus ja, ik ben heel benieuwd of dit mooi gaat staan met mijn figuur. Oké, ik weet niet wat ik hiervan vind. Ik denk niet echt dat het iets is voor mij. De broek is net te kort. Ik had hem het liefst echt tot de grond gewild. De top is wel echt perfect. Maar ik heb niet echt het gevoel dat dit echt iets doet voor mijn lichaam of zo. Kijk, de top is echt heel cute. Ik heb er wel een BH onder. Hoeft niet echt per se. Maar de top vind ik heel leuk. Maar al met al, ja, dit is gewoon niet echt mijn ding, denk ik. En dan heb ik ook nog een bikini. Kijk deze kleur, hoe mooi. I love deze kleur. Dit maakt je echt super bruin en bronzy. En het is een 3-piece set. Dus je hebt een bikini en een rokje. Dit is dan de top. Ik heb gewoon maat L genomen. Ik heb cup E 75 als het goed is. En dit is dan de top. Ik hoop dat hij gaat passen. Ik vind het er wel heel mooi uitzien. Dat wel. Jullie weten, ik ga hem aandoen. Maar wel over kleding heen. Want ik heb jullie al verteld. Ik ga niet in mijn bikini naakt op internet. Maar ik wil het wel laten zien aan jullie. Dus ik doe er gewoon een hemdje of zo onderaan. Dus dit is dan de top. Dit is het broekje. Het is volgens mij echt een high-waist broekje. Jongens, ik ben echt op. Obsessed met deze kleur. I love it. Deze is wel, ja, bedekt niet heel veel, maar je hebt er ook een rokje bij. Deze rok vind ik heel leuk met dit gefrutsel eraan, zeg maar. Deze ziet er echt super duper cute uit en dit gaat dan zo om je heupen heen. Het is wel een beetje een andere kleur dan de set, maar het valt niet echt op of zo. Het is iets lichter of zo. Oké, nou dit is het beste wat ik ervan kan maken. Ik ga het niet alleen laten zien met het broekje, maar het broekje is echt fijn. Zoals je hier ook kunt zien, hij is high waist, dus hij is super mooi voor je figuur. Maar de achterkant is wel echt skin. Zeg maar, je ziet wel echt heel veel kont. Dat wel, het bedekt niet. Dus ik persoonlijk zou gewoon echt heel de tijd dit erop dragen. Dit doekje is echt fantastisch. Heel mooi. Hij schijnt een beetje door, maar niet heel veel. En de top is ook echt geweldig. Het lijkt van niet, maar hij past echt goed. Ik heb het net ook aangedaan zonder dit hemdje, obviously. En hij past echt goed. En ik heb cupmaat E, dus maat L gaat echt goed zijn. En ik vind hem echt heel mooi. Dit is tot nu toe de mooiste bikini die ik heb van zo'n meer, ja, betaalbaar Chinese brand. I love it, mensen. Ik vind het echt zo mooi. Dit is echt mijn mooiste bikini ever. Ja, deze bikini gaat zeker te weten worden gedragen. En dan last but not least ook nog wat sieraden. Ik heb er twee. Ik heb deze prachtige ketting. Kijk even dit. Dit leek mij zo mooi. Het is een ketting set, zeg maar. Dus je hebt er zo twee. En je kunt ze dan gewoon zo aandoen. Kijk hoe cute. Twee van die muntjes. Heel leuk. I love it. En dan als je hem aandoet, dan is het een beetje zo. Het valt zo. Deze vind ik echt heel mooi. Zo'n soort ketting heb ik ook heel vaak bij anderen gezien. Dus ik dacht, ik wil dit hebben. En ik heb ook wat oorbelletjes. Een beetje apart wel. Dit zijn de oorbellen in de verpakking. Ik ga ze even indoen en ze jullie laten zien. Want ze zijn echt best wel apart. Kijk even dit. Hoe leuk. Mijn oor is nou helemaal rood. Maar dat komt door mezelf. Dat gaat zo weg. Dit is echt super leuk. Vooral als je zo je haren vast doet of zo. Kijk even hoe cute. En je kunt ze echt zo goed dichtklemmen. Zeg maar op je oren. Zodat ze echt erop blijven. Ik vind dit echt fantastisch. Echt heel apart. Vooral dit hier is heel
apart. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Dit zo wel. Maar dit vind ik echt heel leuk. I love it. Nou mensen, dit was het dan. Dit was mijn 200 euro Zaful haul. Kijk eventjes hoeveel je kunt krijgen voor slechts 200 euro. Is echt belachelijk. Alles staat dus beneden in de beschrijving. Linkjes, korting, etc. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Als je het leuk vond, let me know beneden in de reacties. En laat me ook weten of je nog meer Zaful video's zou willen zien of andere video's. Ik ben gewoon altijd heel benieuwd naar jullie mening. Want ik maak of course de video's die jullie willen zien. Ik vond het in ieder geval weer heel leuk om deze video te maken. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan kijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!